De verkiezingen zijn heel actueel en daarom vind ik het heel belangrijk om iets voor te lezen, want daar is verwarring over. Dus in het kader van stemmen wil ik aan iedereen laten weten dat het wel is toegestaan om mensen met een beperking te helpen. Dat wil ik even voorlezen. Volgens de kieswet is het verlenen van hulp bij het stemmen alleen toegestaan op grond van een lichamelijke beperking. Als een kiezer vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft, heeft hij bij het stemmen... dan kan hij hulp krijgen van een door hem zelf aangewezen persoon of een lid van het stembureau. Dus om verwarring te voorkomen straks bij het stemmen, wil ik dat iedereen dit weet. En ik zou zeggen, zeg het voort, want we hebben bij de laatste verkiezingen hebben we een dergelijk geval meegemaakt. En ik moet er niet aan denken dat die persoon dat nog een keer gaat meemaken.